fluisterde heel zacht Frans. Van woonwagenkamp tot Ahoy. Hij is veruit de populairste volkszanger van het land. Hij is de tokkie die je wel als buurman zou willen hebben. Bijna persoonlijk eigendom van zijn bewonderaars. Hij is heilig. Als je die fanbeelden ziet, dat heeft niks meer te maken met bewondering voor een artiest. Dat is voor afgoden. Vanavond in Profiel, Frans Bauer. Het levensverhaal van een voorbeeldige jongen. Begin jaren 80. In de woonwagen van zijn ouders staat een kleine, mollige jongen te zingen voor de spiegel. Vroeger stond ik hier altijd in mijn kamer en had ik een hele grote spiegel staan. Ja. En daar zong ik altijd mensen naar. Hij zong met Heintje mee. Hij zong met Elvis mee. Maar dit is vrij klein en dit ben ik. Kijk. Maar Frans was geen voetbalfanaat, geen sportfanaat. Dus die leefde toch in zijn eigen wereldje. Dan stond ik hier altijd zo voor en ik was toen iets kleiner. Hij is eigenlijk alleen maar bezig geweest in die wagen en met zijn ouders om zichzelf te vormen tot een artiest. En toen zag ik er nog zo uit. Dit ben jij? Ja, dat ben ik, met de tuintjes eruit. Wat zou hij toen hebben gezien in die spiegel? Ik denk dat hij nooit het dikke jongetje gezien heeft. Ik denk dat hij altijd zijn ogen en zijn charme en de ster gezien heeft. Ik leef om te mogen zingen. Dat is voor mij het enige waar ik mijn eigen gelukkig voelen kan. Ik heb hem wel eens gevraagd, wat zag je nou in die spiegel? Ik vroeg me af of hij naar zichzelf keek, hoe hij het deed. Toen zei hij nee, daar zag ik het publiek. Een kwart eeuw later is hij 's lands populairste zanger. Extatisch geadoreerd door zijn fans. Knuffeldier zonder privacy, nationaal publiek bezit, Frans Bauer. Fenomeen. Ja, ik had nooit durven dromen dat ik het succes mocht hebben wat ik nu heb. Ik had altijd verwacht dat dat niet was weggelegd voor mensen zoals ik. Uit een eenvoudig gezin. Hij is bewust van waar hij vandaan komt. Dat benadrukt hij ook de hele tijd. Maar hij is ook wel bewust van de kracht van zijn verhaal. En dat verhaal heeft hij al vaker mogen vertellen. Dus dat is inmiddels natuurlijk een verhaal geworden, wat ook wel een beetje, het zal ongetwijfeld voor een deel geromantiseerd zijn. Ongetwijfeld. Maar in essentie klopt het wel, denk ik. Namelijk dat kleine jongetje dat voor de spiegel staat, droomt van het artiestendom en droomt van zijn publiek tegelijkertijd. Ja, en daarna zegt, ik heb zoveel succes, ik had er niet van durven dromen. Terwijl je natuurlijk niets anders hebt gedaan een hele leven lang dan daarvan durven dromen. Ja, zo prachtig. Hoe werd hij die publiekslieveling? Dat je op deze manier iets van je leven kunt en mag maken. Dat is heel bijzonder, vind ik. Hij heeft hier ook alles voor gedaan, moet je zeggen. Emiel Hartkamp, zijn tekstschrijver. Hij kan nog steeds niet geloven. Albert Verlinde, programmamaker en vriend. Ida Niewold, fan. Zo denk jij daarover, jongen. Hij zal altijd benadrukken hoe dankbaar hij is. Wat ik op zich ook wel erg mooi in hem vind, is dat hij continu benadrukt dat hij weet waar hij vandaan komt. En tegelijkertijd heeft hij volgens mij uiteindelijk gewoon allemaal aan zichzelf te danken en aan niemand anders. Maar dat zou je hem denk ik nooit hardop horen zeggen. En Leon Verdonschot, die voor Nieuwe Revue studie van hem maakte. En allemaal weten ze, de glans van Bauer zit niet alleen in Engelen, stem en levenslied, maar vooral in wie hij is. Exclusief bezit van al zijn bewonderaars. Hij kwam aan en die mensen die kwamen anders op die auto af. En één vrouw stortte zich meteen huilend in zijn armen. Die arm ging ook meteen open, dat scheelt ook wel, denk ik. Met de mededeling dat haar man was vreemd gegaan. Maar dat was dus echt het moment dat hij gewoon nog had zijn spullen nog. Hij moest nog in de auto wat halen. En dat was de eerste mededeling die hem gedaan werd. Ja, ik kan me voorstellen dat je op dat moment wellicht iets anders aan je hoofd hebt. Hoe reageerde Frans Bauer? Hij reageerde door haar te troosten en te zeggen dat als hij vrijgezel was, hij het wel zou weten. En dat er nog zoveel andere leuke mannen waren. En uiteindelijk met een gulle glimlach en met gedroogde tranen liep ze weer weg. Dan was het weer goed. Ik fluisterde heel zacht Frans. En hij keek. Hij zegt, mensen aan de kant. Superoma moet door. Wie? Superoma. Ja, dat zegt hij altijd. En toen? Toen had die meid beten op de tafel daar. En toen waren we daar aan het knuffelen. De mensen stonden te kijken. Die denken, wat gebeurt hier? Dat zegt mij dat hij
dat hij niet kan doen alsof. Als hij niet een wezen zo zou zijn, dan zou hij door de mand vallen, denk ik. Ja? Ja, dan was hij al lang door de mand gevallen. Er zijn wel verschillende mensen die hebben geprobeerd. Robbie Muntz heeft dat ooit geprobeerd, die programma maken, om op zoek te gaan naar de klootzak in Frans Bauer. Maar die kwam ook onverrichter zaken weer huis. Het enige wat Robbie Muntz kon vinden was dat Frans Bauer het vreemd vond als je hem niet kende. Maar dat lijkt me in zijn geval ook vanzelfsprekend. Ik ken ook niemand die Frans Bauer niet kent. Knuffelen mag hij graag, dus. Hij knuffelt wel heel veel mensen. Ja, dat doet hij wel. Maar kijk maar op wat voor manier. Ja? Dat is nog verschillend. Oh ja? Kijk maar, dat is goed als hij knuffelt. Goh. Ze vertrouwen hem alles toe, hoor. Dat deed zij zelf, hè? Zij ging zelf zo op hem. Dus dat is geen originele Frans Bauer knuffel? Nee. Nee. Elke roos heeft mijn hele aparte waarde. Ik bedoel, de mensen nemen de moeite om naar een winkel te gaan. Ze staan ook nog de hele avond in de rij te wachten buiten. En wachten dan ook nog een keer. Dat ze op het moment dat ze voor het podium kunnen komen mij dat bloemetje te geven. Ja. Hij neemt zijn fans altijd serieus. Ik ken ook geen enkele artiest die, als hij over zijn fans praat, praat alsof hij zelf een fan is. Of honderden. Maar ik bedoel, als je toch duizenden bloemen krijgt, dan kan je toch niet bij elk bloemstukje stilstaan. En nou, ik denk dat ik dat dan toch iets anders zie. Maar wat doe je ermee? Ik zet ze thuis op. Allemaal? Allemaal. Ja. Hij heeft ooit op tv gezegd dat hij worsten lekker vindt. En de maand daarna kreeg hij 500 worsten van fans. Maar het leek de begrafenis van Diana wel. Ik bedoel, dus elke... Maar deze bloemen die hebben een andere reden gehad. Want deze zijn gegeven in vreugde. En andere bloemen die geef je voor een afscheid. En dat zijn twee hele aparte dingen. Ja, heb je mooi gelijk aan, jongen. Zo is het ook. Als je nu kijkt naar deze tijd, dan moet je vaststellen, het zijn vooral gewone mensen. Het is een soort gedemocratiseerd leed dat heel veel mensen in Nederland steeds meer aanspreekt. En om meteen een hele grote gooi te doen, we hebben een nieuwe religie. De nieuwe religie is het levenslied. Het geeft een mogelijkheid om emoties aan op te... Nou, die is er altijd al geweest, jong. Maar ik heb eigenlijk nooit zo nagedacht over wat ik zing. Ik vind de liedjes die ik zing, daar sta ik achter. Er is eindeloos geprobeerd om zijn succes te verklaren. Inderdaad, Bauer heeft geprofiteerd van de wederopstanding van het levenslied. Maar zijn furore lijkt vooral te verklaren uit een zeldzame melange van afkomst, timing, ambitie en tijdgeest. Hij heeft ons allemaal gekeken. En volgens mij heeft hij ook geen kapsones. Een uniek succesverhaal dat begint in dat woonwagentje in Feyenaard, Brabant, waar geen gouden wieg klaar stond. Hier stond dan mijn bed. Als je mollig bent, als je stottert, als je in een woonwagen woont, je wordt erop aangekeken, dan word je eigenlijk alleen maar nog meer in jezelf verkeerd. Dan kun je twee dingen doen. Of je kunt ontzettend crimineel worden en proberen om het op die manier om te ontsnappen. Of je kunt gewoon gaan zingen en je droom uitvoeren. De verbeelding aan de macht. De verbeelding aan de macht. Zijn vader, die hem nog altijd rondrijdt, is de eerste die in zijn talent gelooft. Hij gaat altijd binnen mee, vanaf zijn 9e jaar al doe ik dat. Ja, overal waar Frans binnen is, ben ik ook. Anders gaat de concerten niet door. Moet je eerlijk zeggen dat destijds zijn platendirecteur zijn vader was. Want die zei, ik wil gewoon dat hij een plaatje maakt. En nu wil ik een album. En die ging vader door heel Nederland rijden, langs de woonwagenkampen. De achterbak open. Wie gaan dat plaatje dan vervolgens kopen? Buren. Vrienden. Andere mensen die in woonwagens wonen. Onze Frans. Onze Frans, echt waar. Er is, en misschien is dat... Daar kun je het grootste reclamebureau niet opzetten. Tegenwoordig doen we dat wel eens. Hè. Dan gaan ze via internet een hype proberen te veroorzaken... waardoor een kleine kring iets gaat kopen... en steeds meer mensen gaan erop inspringen. Eigenlijk heeft Frans en zijn vader hebben dat heel goed aangevoeld. Want vanuit die hele kleine kern... is het fenomeen Frans Bauer gaan groeien. Nee, mijn ouders kunnen niet lezen en kunnen niet schrijven. Lees je alles voor dan? Het meeste wel. Kijk, vroeger zat mijn moeder altijd daar.
En ik zat altijd hiervoor, hier op de grond. En toen keken we altijd naar Dallas en Dynasty. Ja. Maar mijn moeder kon natuurlijk niet lezen. Nee. En ik zat altijd, zeg maar, voor te lezen Dallas of Dynasty. Nou, ik weet ook bijna elke gast die er in het programma kwam. Ja, dat zijn gewoon... Je hebt veel voor je moeder gedaan. U heeft helemaal niet op school gezeten, hoorde ik net van Frans. Hoe kan dat nou? Ja, eigenlijk nooit op school gezeten. We reizen overal vroeg met de woonwagen, hè. En dan stonden we wel eens in Limburg op die hei. En dan vroegen ze aan ons, moeten jullie niet naar school? Dus, en wij dachten, wat zal dat nou zijn wat die mensen bedoelden? Ik ben de mensen nog dankbaar dat ze Frans op de wereld gezet heeft. Fransje Bauer is 14 als hij zich meldt bij de ervaren muziekproducer Emiel Hartkamp. Die ook wel iets in hem ziet. Het non-verbale gedrag. God, hoe doet hij? Is het een irritant mannetje? Of dat is een leuke, dat is een echte. Ga je mee praten? Wat is zijn droompje? Het is heel erg belangrijk om te weten wat iemand droomt. Want dan kun je in zijn ziel kijken. En toen zag je inderdaad het ambitieuze jonge mannetje. En die had een talent. Alleen, daar moest gigantisch aan gewerkt worden. Want zingen kon die. Alleen, hij kon geen toon houden. Het was niet heel zuiver. Het was niet heel zuiver, maar de klank, die had wat. Ik heb altijd stotterde ik. Boe, hou en daarover dat op. Het zal altijd wel een probleem blijven. Ik zal nooit zo kunnen praten dan u. Maar... Dus ja, beschat maar, ook, hè? Ja. Hoe ben je er overheen gekomen dan? Door te zingen? Dat hoor je wel vaker naast. Zingen, en ik denk ook dat het belangrijk is een stukje zelfvertrouwen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik probeer daar zo min mogelijk op te letten. Je bent er doorheen. En als het gebeurt, ja, dan... gebeurt het en dan kan ik er zelf ook niks aan doen. Het was leuk aan hem te schaven omdat hij zo leergierig was. Als je hem 2 maanden niet gezien had of niet gehoord had... en dan praat ik over het horen, over het zingen. Ondertussen was hij naar een zanglerares gegaan, Mieke Werger. En die ging aan hem sleutels, solfèges, notenleer noemen ze dat meer. Gewoon la 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 la, raken, halve nootjes, noem alles maar op. En het leuke is dat je de ontwikkeling mee kon maken. En op het moment dat iemand wil en er alles voor over heeft om dat te bereiken wat hij wil... en dat je dat binnen 2 maanden terug hoort. Steeds je ontwikkeling. Daarmee gaf hij wat. Niet alleen aan zichzelf, maar ook aan ons. Ik zing altijd op mezelf. Ik oefen altijd op mezelf. Ik ben altijd met mezelf bezig. En er kwam een klein beetje vraag. Dat zijn geen gigantische aantallen... Maar dat waren honderdtallen. Jullie voelden het borrelen. Juist, het goede woord zeggen wij altijd, borrelen. Dat betekent op het moment dat het borrelt... dan is er een beweging in de markt... waardoor het verantwoord is om daarop in te springen. Die stap is gezet in 1993. En dat ontstaat, dat heeft een totaal eigen dynamiek. Dat is niet gestuurd, dat ontstaat gewoon. Dat ontstaat, punt. Ja. Daardoor word je als het ware overvallen. Ja. We gingen ervoor. We hebben gezegd, oké, Frans, jouw vader hoeft niet meer te betalen. De platenmaatschappij gaat het doen, we bieden je een contract aan. Je krijgt zoveel per cd en we gaan dus aan de gang met je. En toen kwam het grote succes, meteen was meteen raak. Frans Bauer, ja! Oh jongens, het is een gezellig vandaag. Het leven is te mooi voor al die dranen. Het leven is te mooi. Dus leef je leven en vergeet je zorgen. Het leven is veel te mooi, geen dranen meer. Ver buiten het zicht van de Randstad en van Hilversum is er kennelijk een circuit waarin zoiets geboren wordt, ontstaat. Hoe werkt dat? Er is echt een verborgen Nederland. Ik heb op een gegeven moment een radioprogramma gepresenteerd... bij Radio Noordzee Nationaal, met echt een nadruk op nationaal. Want ik deed dus echt het levenslied op zondagmiddag... met polonaises door de tent heen, met artiesten die opkwamen treden... waar bloemetjes aangegeven werden. Dan zie je dus mensen die gewoon iedere week naar dat programma toekomen. Echt een vaste groep die toegangsprijs betaalt, die uren blijft zitten... die blij zijn dat ze hun artiesten tegenkomen... die alle nummers meezingen die er maar mee te zingen...
verkiezingen zijn. Die mensen zijn dus dwars door de boycott van de tv- en radiozenders heen, hebben ze gewoon een subcultuur ontwikkeld. Hier is die ook groot mee geworden. In zijn geval blijkt dat je eigenlijk geen grote steun van de radio nodig hebt om een enorme aanhang te verwerven. Hij kwam af en toe gewoon heel hoog binnen in albumlijsten zonder dat ook maar een single ook maar gedraaid werd. Dat betekent dus dat een heel ander circuit dan de radio nodig is en blijkbaar ook in staat gebleken om mensen te bereiken. Goedenavond. Hoe lang staat u al te wachten? Een kwartiertje. Maar wat moet u met die bloemen? Voor Frans. Wat dacht je dan voor jou? Weet ik veel. Nee? Maar wat heeft Frans? Wat heeft Frans wat ik niet heb? Nou, dat moet jij maar even weten. Dat moet jij eens weten. Nou, vertel eens. Alles. Dat zijn over het algemeen mensen die het sociaal niet makkelijk hebben. Het zijn mensen die of uit achterstandswijken komen, of die met ziekte te maken hebben. Ook heel veel ouders met kinderen die of geestelijk gehandicapt zijn. En voor wie dit een niet alleen een ontsnapping is, maar het is ook een manier om in contact te komen met je droom. Kijk, iedere luxe homo kan dromen van Barbara Streisand, maar weet dat hij de vrouw nooit tegenkomt. En iedereen in een achterstandswijk kan dromen van Frans Bauer en ook nog weten dat hij ooit oog in oog met hem staat. Maar jullie zien er echt op en top uit, alsof jullie zelf moeten optreden. Zo is hij ons gewend te zien, hè? Ja. Hij kent jullie zo? Ja. En waar komen jullie vandaan? Bij de Spijkenissen. Mooie hart gaan. Spijkenissen. Ja, mooie hart zien. Zijn van Amsterdam. Zo. En wat staat erop? Veel liefde. Groetjes van Marianne, Nel en Miranda uit Spijkenissen. Het is niet alleen het kaartje, maar het is ook de kappersmiddags volgens mij nog. En de nieuwe kleren. Ik heb die op een bepaalde manier uit de put gehaald. En als we nou bij hem zijn geweest, kunnen we er weer heel goed tegen. Jullie zaten in de put? Ja. Vanwege wat? Zakelijk. Zakelijk in de put? Ja. En als je dan... Een van zijn zakenpartners omschreven een optreden als een healing. Een soort muzikale Jumanda-opvoering. Hij is heilig. Als je die fanbeelden ziet, dat heeft niks meer te maken met bewondering voor een artiest. Dat is verafgoden. Religieus. Dat is echt religieus. Je kan aan zijn gezicht zien wat liedje dat hij zingt. De mimiek, dat straalt ervan af. U houdt echt van hem, hè? Ja, ik hou echt van hem als zogenaamd een kleinzoon of een zoon, ja. Zijn het vooral vrouwen, de fans van Frans Bauer? Begin wel, ja. De eerste jaren, als je dan naar een zaal toe ging, dan was 80% vrouw. En de mannen die zeiden, ik blijf wel thuis en ga jij maar, wat moet ik ermee? En wat zagen die vrouwen in Frans Bauer dan? Ideale schoonzoon, hun eigen zoon, de knuffelbeer. Geen seks? Nou, op een enkeling dagen later. Nee, ik denk het niet, nee. De enige vrouw die in de kleedkamer is, dat is mijn moeder. Hoe langer de carrière duurde van Frans, daar kwamen de mannen er ook bij. En dat is nu een zeer gemêleerd gezelschap. Als je nu naar Ahoy toe gaat, dan denk ik dat 55-60% vrouw is en 40-45% man is. En wat Frans mannen, is ook geen bedreiging. Wat zien die mannen in Frans dan? De zoon. ook de ideale schoonzoon. En gewoon een Hollandse jongen. Met name dat. En leuk. Hij doet gewoon. En geen bedreiging voor mijn vrouw, zullen ze denken. 97. Goh. Nog steeds Guinness Records boek. Meer dan 300.000 albums op één dag. Gluurglazen jas. Marianne was de ster en Frans haalde haar links in. Een blik in jouw ogen zit meer dan genoeg. Ik weet nu wat je moet doen. Ik kom weer samen. Eerste nummer 1 hit. Ja, dat is eigenlijk meer dan een concert. Hè. Dat is een soort ceremonie.
die teksten van hem, die zijn... hij zegt zelf altijd dat hij nooit over droevige dingen zingt. Dat is niet waar. Alleen die droevige dingen, die eindigen altijd mooi. Met een soort van paradijs. Of in ieder geval een soort afspiegeling van een aards paradijs. Er is altijd hoop. En volgens mij betekent voor een groot deel van zijn fans... betekenen die teksten meer... dan mensen die teksten beroepsmatig analyseren... wel eens plegen te denken. Ze zijn op iedereen toepasbaar. Het zijn uiteindelijk, ja, heel lullig gezegd, zijn het tekeltjes teksten. Waarvan je ook wel kan zeggen, ja, het klopt wel. Een ons geluk is ook meer waard dan een pond goud. Daar valt weinig tegen in te brengen. Dus het zijn teksten die je vrij makkelijk op je eigen leven kunt betrekken. En ik geloof dat dat in die zalen waar hij speelt in vrij grote mate gebeurt. Ik denk dat voor iedereen die tekst A, soort universeel klopt... en B, ook nog slaat op zijn eigen leven. Ja, dat stonden we aan de zijkant, jongens. Dat was kicken, ook voor ons. Ongelooflijk. Van woonwagen tot Ahoy. Misschien zonder nou te hoogdravend te worden, maar wat na het Fortuin-tijdperk toch een beetje het eerherstellen van de gewone man is geworden. Het was natuurlijk jaar geleden in de journalistiek was het een beetje, was het wel erg buigen voor je kijkers als je de mensen op straat een mening vroeg. Nu gebeurt dat te pas en te onpas. Bang als we zijn om maar iets te missen van wat er leeft bij de gewone man. En Frans Bauer is natuurlijk, daar prijzen zijn fans hem ook om, dat hij zo gewoon is gebleven. Is de representant van de gewone man. Hij is de tokkie die je wel als buurman zou willen hebben, in die zin. Er komt nog iets bij. Frans Bauer is ook de buurman die zich helemaal prijsgeeft. Voor veel van zijn fans zijn er amper nog geheimen. Als hij jarig is, stuurt u dan een kaart? Ja, stuur ik wel een kaart. Wanneer is Frans jarig? 30 december. Wat is zijn sterrenbeeld dan? Hoe heet dat? Steenboom. En hoe oud is Frans nu? 32. U weet wel veel van hem, hè? Ja, als je alles nagaat van hem. U weet zelfs hoe hij aan dat littekentje in zijn gezicht komt. Ja, ja. Hoe komt hij eraan? Hij heeft aardbeien geplukt voor zijn eerste cd'tje. En toen is hij op iets scherps of op een blikje gevallen. Ja. Zo is het gekomen? Ja, zo is het gekomen. Ja, ja. Ik ben één keer met hem mee geweest en had één fan gewoon haar kind op de schoot van zijn vader geparkeerd. En ondertussen was ze zelf aan het wachten op een handtekening. Dus zelfs als zou hij hebben willen wegrijden, dan had dat niet gekund. Dat er gewoon een baby op die schoot zat. Die er al keurig weer wat afgehaald met dat zij de handtekening kreeg. Ja, dat kan ik me niet zo bij heel veel artiesten voorstellen. Ik zie, mag ik erbij horen? Ik wil erbij horen. Dat zie ik. Iemand die weet wat het is om een buitenstaander te zijn. Buiten de maatschappij te staan. Nu in het centrum ervan terechtgekomen is en daar nooit afstand van wil. En we zullen hem niet op een foutje betrappen. Nee. Een voorbeeldige jongen. Ja, dat denk ik echt. Oké, dat is goed. Goed, jongen. Fantastisch, jongen. Die waren er al vanaf het begin. Geweldig. Geweldig. Ze hebben ook een speciale naam, maar ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Ik krijg de eerste plaats aan mij aangeboden. Wat ik zeker weet, wat hij mee heeft gekregen, is dat hij heeft moeten knokken voor zijn plaats, voor zijn plekje in de maatschappij. En zijn ouders die hebben altijd gezegd... jongen, je bent een jongen van de woonwagens. En dan moet je altijd twee stappen meer zetten als een ander... om te bereiken wat je wilt. Ze kijken je met grote ogen aan dat wat je doet. Dus wees altijd beleefd. Ook al was je niet van de wagens, moet dat zo zijn. Maar let erop dat ze jou meer in de gaten houden. Want we hebben een naam. En laat al die disqualificaties en kwalificaties... probeer die van je af te zetten door zo in het leven te staan... dat er niks op gezegd kan worden. En ik denk dat voor zijn carrière dit van wezenlijk belang is geweest... voor het succes en de personage die hij is. Dat is mooi, hè? Dat is te gek, hè?
Dat is nou echt van de grote rubbetje. Nou is je naam vereeuwigd. Dat is de naam. Goed gedaan, jongen. Ik hoop dat ik er heel veel plezier mee gedaan heb. Te gek, man. Frans kan mensen geen pijn doen. Ik denk dat hij nu zo blij is dat hij bereikt heeft wat hij bereikt heeft. Dat hij als de dood is. Maar goed, dan praat ik als huiskamerpsycholoog. Dat hij als de dood is, dat hij een barst maakt in dat wat hij gemaakt heeft. En dat is een fantastische avond. Ik heb heel genoten van je. Als hij ook maar de aanzet zou krijgen tot arrogantie. En ik denk dat hij dat voor zijn fans vrij snel zou krijgen. Ik denk dat als een paar van die mensen geen handtekening krijgen, dat ze al snel vinden dat hij arrogant is. Dus die grens ligt volgens mij heel laag. Als hij maar de aanzet tot arrogantie zou krijgen, is het ook meteen over, denk ik. Want ze zijn fan van zijn muziek, maar ook van zijn persoonlijkheid. Waar ik zo van hou. Bij jou voel ik mij totaal in balans. Voor veel van zijn bewonderaars gaat het niet om de zanger Frans Bauer, maar om Frans Bauer, die zingt. De buurjongen die anderen tot steun is en andersom. Het blijkt bijvoorbeeld als het broertje van zijn echtgenote Mariska verongelukt. Hij rijdt op een brommer en de tractor sloeg af. Hij veranderde van richting. En hij reed tussen het wiel. Dat is een van de meest zwarte dagen uit mijn hele carrière. Kijk, uit je leven. Ja. Die wereld verandert gewoon. Ja. Maar Frans, dan ja. Betekent dat hele vak toch ook opeens helemaal niks meer? Nou, dat dacht ik altijd van nou. Dat dacht ik ook. Tot op het moment dat je weer op die bühne komt en dat je. En dat is trouwens ook het voordeel van een artiest zijn. Dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat ik dat ook enorm waardeer. Is op het moment dat je dan op zo'n podium komt. Want het publiek weet dan ook dat je het moeilijk hebt. Want het is niet zo makkelijk om een liedje te gaan zingen als je geestelijk in de vernieling zit. Ja. Maar dat vind ik toch wel echt fascinerend. Men gaat helemaal niet mee in die veronderstelling dat je op zo'n moment dat vak relativeert. Maar als je dan de warmte krijgt, is het toch weer een stimulans om je er doorheen te gaan vechten. Ja, wanneer was het? 22 juni? Toen wij in Schijndel geweest zijn? Uit het hoofd. Toen was pas het broertje van Mariska overleden. En wij waren daar. En hij heeft het gehoord. Ja, zei wij. En gewoon veel steun had hij aan ons. Jullie hebben hem daarmee geholpen ook? Ja, vind ik van wel. Ja. En dat voel je ook. Daar maak je muziek voor, jongens. Voor dat soort mensen. Prachtig. Ja, hij is een vriend van ons. Klaar. Zo zie ik hem. De Bauer-schare beperkt zich al lang niet meer tot de stereotype kern. Zijn populariteit trok als een strovuur door alle lagen van de bevolking. Van cultartiest tot allemansvriend. Dankjewel, Frans. Wel trust, hè? Met als finale de Bauers. Reality TV thuis. Goed voor de televisiering. Ik denk dat de Bauers was gewoon Nederland. Er gebeurde helemaal geen moer in die serie. Nee, maar helemaal niks. Allemaal dat je van de Chinezen iets zit te bestellen en dat inderdaad iemand altijd goed doet met Babi Pangang, terwijl je toch iedere keer die kaart door gaat zitten kijken. En dat je op een gegeven moment ook denkt, geef gewoon een nummer door. Dat herken je allemaal. Gewoon, zoals ze zijn. Maar wat zag je dan in die serie? Nou, je zag ook, geloof ik, dat hij naar de Chinees ging en zo Chinees ging halen. Dat vond ik gewoon, zoals Frans ook thuis is. Hij staat ook gewoon soms in de tuin te schoffelen of wat dan ook. Zijn tuin te doen. Ja, nou, zie je mijn neef Vroger dat al doen? Ik het niet. Nee? Hey. We gaan over naar de bekendmaking van de winnaar van de Gouden Televisiering 2004. Ja, mooi moment, prachtig. Nooit verwacht. Hij gaat naar... Die ogen zien. De Bauers! Zo. Ja, uit zijn dak. Het is de enige televisiering-uitreiking dat een feest geweest is. Ze kijken ook verbaasd om in Hilversum. Het volk komt binnen. Wat ik bijzonder fascinerend vind, is dat hij eigenlijk
hele megalomane trekjes heeft, terwijl je dat helemaal niet zo ziet. Ik zag hem laatst bijvoorbeeld, toen reed hij fans rond door zijn eigen dorp. En toen hield hij een Frans vlag. Dat gaat al ver, eerlijk gezegd. Dat gaat al vrij ver, maar dat komt nog veel, het ging nog veel verder. Want hij hield bij die fans presenteerde hij een Frans Bauer prijsvraag. Waarbij hij ook over zichzelf sprak in de derde persoon enkelvoud. Dus hij vroeg, wat is de favoriete Chinees van Frans Bauer? Vroeg Frans Bauer aan Frans Bauer fans. Die vervolgens als prijs konden winnen een nacht bij Frans Bauer. Dat is eigenlijk natuurlijk zo megalomaan als de pest. En toch, als je hem dan ziet, moet je er gewoon om lachen. Omdat hij er zelf ook om kan lachen. Het is niet normaal, het is niet normaal. Dat vind ik wel, dat vind ik heel knap. Ik zou echt niemand kunnen bedenken in Nederland die dat voor elkaar krijgt. Dat je met een soort van warm gevoel zit te kijken naar iemand die een prijsvraag over zichzelf houdt. Ongelooflijk. Is Frans Bauer een merk? Ook. Frans Bauer is Frans Bauer. Maar zakelijk gezien moet je het zien als een merk, ja. Als een product. Hij weet precies wat hij doet. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus laten we zeggen, dat zakelijke imperium dat rond zijn persoon is ontstaan, dat beheerst hij ook? Daar ben ik van overtuigd. Ik weet dat er worden geen centen verdiend aan hem zonder dat hij dat weet? Nee, zeker niet. En ik vind het wel knap dat hij een soort universum heeft weten op te bouwen, ook van mensen waar hij mee werkt, die blijkbaar dat vertrouwen ook niet beschamen. Je zou kunnen zeggen, maar dat zou bijna een Frans Bauer-tekst worden, wie goed doet, die doet die goed op moet. Je denkt niet dat hij commercieel wordt uitgebaat of gebuit of... Nee, daar zit er zakelijk voor. Daar zit er slim voor. Maar hoe houdt hij dit in hemelsnaam vol? In die knellende band van smekende fans, een doorzichtig privéleven en die aangeboren neiging om altijd en overal de ideale schoonzoon te zijn. Het voordeel wat Frans Bauer volgens mij heeft, is dat hij niet wordt gehinderd door allerlei spanningen waar artiesten vaak mee te maken hebben. Heel veel artiesten worden bekend met iets waar ze daarna eigenlijk zelf een soort haat-liefdeverhouding mee krijgen. Nou, André Hazes bijvoorbeeld, die wilde eigenlijk natuurlijk blueszanger zijn. Alleen op een gegeven moment, als je applaus wilt blijven krijgen, word je ook een beetje wat mensen vinden dat jij bent. Terzij je daarvoor af bent, maar dan ben je de applaus ook kwijt. Daar heeft Frans Bauer geen last van, volgens mij, van die spanning in zijn hoofd. Dit is wat hij wil, dit is wat hij doet en dit is wat mensen willen dat hij is. Dat valt samen. Daarnaast heb je volgens mij bij veel artiesten ook nog het probleem dat ze op een gegeven moment uit de ban willen springen. Nou, daar heeft hij volgens mij helemaal geen last van. De enige uitzonderlijke uitgaven die hij doet, die betreffen machines om meer galm op zijn platen te krijgen. Dus van allemaal van dat soort spanningen ook. En laten we de derde, misschien wel belangrijkste, niet vergeten. De zucht naar applaus en tegelijkertijd het feit dat je ook de privacy wil die je vroeger had toen je nog niet bekend had. Maar die heeft hij ook niet. Hij wil helemaal geen privacy. Die deur staat open. Die conclusie van dit hele betoog? Hij is extreem, om even een New Age-term te gebruiken, in balans. Een voorbeeldige jongen zingt zich omhoog. Prototype van de podiumpersoonlijkheid die alleen daar in het volle licht gedijt. Onzeker is hij dan nooit, weet de Intimie. Behalve toen hij bij de Zilveren Jubileum oog in oog koningin Beatrix moest toezingen. Hij kwam op, en ik weet nog heel goed, de koninklijke loge zat daar. Ik stond daarachter om toch oogcontact met hem te krijgen en... Dat was de eerste 30 seconden, zag ik zijn benen trillen en zijn microfoon zag ik trillen. En dat was echt nerveus. En zelfs er zat een hele lichte trilling in zijn stem die er normaal niet er niet was. En ik kan me nog herinneren dat de koningin een knikje gaf. Een soort knipoogje, zo een moederlijk gebaar van jong. Het is mooi wat je doet, het is goed, maak je niet zenuwachtig. Ze herkende dat ook. En toen was het ijs gebroken en toen kon hij doorgaan. Toen is hij ook... Toen zei hij van, dit is mijn moment en mijn cadeau voor u. Maar dat, als je nou echt over zenuwachtig hebt, dat is dat het is moment niet niks, zenuwachtig. Dat is ook niet niks, hè? Dat jongetje uit het woonwagenkamp. Ja. Zo zag hij dat ook. Dat daar tegenover de koningin staat. Koningin. Ja. Mooi, hè?